2020. Een jaar dat begint met goede voornemens en vol ambities. Maar wat een bizar jaar werd het. Een jaar dat we nooit meer zullen gaan vergeten. En dat allemaal door een virus wat vanaf 27 februari in ons land arriveerde. Corona. Een woord dat we ons hele leven blijven associëren met dit jaar. In april hoopten we nog dat we voor het eind van het jaar weer ons normale leven zouden kunnen oppakken. Maar ook nu nog, aan het eind van 2020, bepaalt het voor een groot deel ons dagelijkse leven. De komende 25 minuten kijken we in Etten-Leur terug op het jaar met elkaar. We praten met mensen die nauw betrokken waren bij diverse gebeurtenissen het afgelopen jaar. Over zaken die niet doorgingen. Plannen die moesten veranderen. Hoe zij persoonlijk het jaar hebben ervaren. En over bijzondere initiatieven. Maar wat gebeurde er eigenlijk de afgelopen jaren in Etten-Leur? Hierbij een korte terugblik. Waar nodig. Vandaag op 4 mei 2020 herdenken we de verschrikkelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna en eren we onze militairen en burgerhelden. Babbelaars en Haagse hopjes en niet te vergeten Sinterklaas. Die ene. Afgelopen dagen blikten we met diverse Etten-Leurenaren terug op het afgelopen jaar. En vroegen hun onder andere wat voor impact dit jaar op hun leven heeft gehad. En hoe sommigen overeind bleven in deze periode.
We spraken onder andere met de wethouders. Met kroegbaas Jacques van Dongen, Bastiaan Aning, voorzitter van het Oranje Comité, Ronnie Buiks, voorzitter van de wielerronde en circusdirecteur Kevin van der Geet. We zitten hier op het Raadhuisplein en alles is gesloten. Ik zit hier met Frenk Vrolijk, wethouder in Van Etten-Leur. Frenk, afgelopen jaar in 3 woorden, hoe zou je dat willen omschrijven? Zwaar, uitdagend en bewondering. Hoe kijk jij terug op dit jaar? Ja, het is natuurlijk voor ons allemaal een heel zwaar jaar geweest, hè, om maar dan op een van de woorden terug te komen. Waarbij ik moet zeggen dat gaande het proces, of de pandemie, zo je wil, dat het ook wel uitdagend werd, hoe dat we de moeilijkheden het hoofd zouden bieden. Ik moet zeggen dat ik gigantisch veel bewondering heb voor onze inwoners, de ondernemers, die heel veerkrachtig zijn, met name in de horeca. Ja, dus vandaar dat ik ook zeg bewondering, ook wel. Ouderen en zorg werden hard geraakt dit jaar. Wat heeft dit met die organisaties en met jou gedaan? Ja, toch wel veel, hè? Want je ziet wat er gebeurt is natuurlijk dat, we weten het allemaal, de kwetsbaren in de samenleving, zoals we dat noemen, die worden als eerste geraakt. En dat zijn over het algemeen de ouderen. En wat je ook wel zag, is dat de organisaties die daarmee te maken hebben, daar ook mee worstelden. Hè? Van, hoe gaan we ermee om? De zaak dicht, hè? Was aanvankelijk in de eerste lockdown het motto. Nou, dat gaf allerlei andere problemen van eenzaamheid, hè? Waar ik ook met de organisaties over gesproken heb. Van, en ook ouderen die gewoon echt met het volle verstand zeiden van, ja, maar wethouder, mag ik alsjeblieft zelf uitmaken hoe ik met mijn leven omga? Maar er waren toch ook nog wel leuke dingen? Ja. Ondanks alles hebben we ook wel wat leuke dingen meegemaakt. Onder andere, wat ik erg leuk vond, is, en dat is nog niet zo lang geleden, en daar wijs ik er maar even op, van voor wie laat jij een lichtje branden? 30 december gaan we de candlebacks zijn we aan het uitdelen om mensen te verzoeken iets voor hun raam te zetten. Dus dat zijn de leuke dingen. Hoe kijk jij naar het komend jaar? Ik hoop, en dat zeg ik tegen iedereen, we leven in Brabant en carnaval in februari zal niet doorgaan. Nee. Maar ik propageer, jongens, laten we er met z'n allen, als het weer kan, een gigantisch zomercarnaval van maken. Mooi om afsluiten. Dank je. Graag gedaan. Jacques, hier zitten we dan in een stil en leeg café De Klomp. Wat betekent dat voor jou en voor de zaak? Ja, dat is... Het is niet anders, maar het is wel verschrikkelijk. Het is, wat ik straks al zei, we gaan richting de 150 dagen dicht. Dat is in mentaal opzicht heel zwaar. En natuurlijk ook in financieel opzicht. Niet voor mij, maar heel veel ondernemers. En het duurt gewoon heel erg lang. Iedere vrijdag en zaterdag, dan ben jij degene die toch live gaat entertainen vanuit De Klomp. Dat je dat volhoudt. Ja, het is eigenlijk heel gek gegaan. Het is 15 maart waren we dicht. Toen liep ik met Elle Snel, mijn vriendin, een beetje de ijsberen. Ook omdat ik hier al van mijn 26 jaar af ieder weekend eigenlijk gas geef. En het weg probeerde te zetten. Ik werd helemaal onrustig van. Ik kreeg er wat van. Nou, Elle zat toen er telefoon bij. Ik denk, zal ik eens een plaatje draaien en dan zullen we dat eens opnemen of zo, weet je wel. Nou, een hoop gestuntel en het klapte eruit en weet ik dan maar. Zo hebben we dat eigenlijk een beetje ontwikkeld in de eerste lockdown en tot eigenlijk wat het nou is. Ja, want je had nog een mooie actie met een mega opbrengst voor de voedselhulp. Dan moet je toch wel energie hebben gegeven? Ja, dat heeft enorm veel energie gegeven. En we vonden het ook heel erg leuk dat we alle mensen hier aan de deur kwamen van Van Etten-Leur. Ook mensen die we al heel lang niet meer gezien hebben. Maar ook al die positieve reacties die er dan ondanks die moeilijke tijd toch zijn, die geven je echt een booster. Dat is werkelijk geweldig. Wat was voor jou persoonlijk het dieptepunt? Persoonlijk het dieptepunt? Een dieptepunt in deze tijd is toch het overlijden van Peter Donkers geweest. Ja, daar kom ik nou op. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Ja, ik kan niet anders zeggen. Nee, je kunt niet anders zeggen. Ja. Toch waren er ook leuke dingen, lichtpuntjes. Ja, daar zijn zeker lichtpunten. Kijk, als je iets aangeeft dat allerlei mensen met je meedoen en dat we dan inderdaad bij jouw speltje uitkomen, we doen het met elkaar. Eigenlijk, hè? Dus dat betekent als je zelf positief bent, dan komen er ook positieve mensen retour. Rocking around the crib.
Christmas tree at the Christmas party house. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear. Kees, wat voor jaar was het voor jou? Ja, een heel bijzonder jaar natuurlijk. Hè? Men zegt altijd van besturen is vooruitkijken. Nou, wat er dit jaar gebeurde, dat had niemand voorzien, denk ik. Eigenlijk heel de wereld gewoon op zijn gat ligt door een virus. En dat is dan wel heel erg lastig. Het jaar begon nog best aardig, want er waren toch wel een aantal leuke initiatieven nog. Het aanmelden van onze moeierboom, hè, voor de mooiste boom van Brabant. En dat je dat dan ook wordt en dat je meedoet aan de mooiste boom van Nederland. En ook dat wordt, hè, dankzij onze inwoners die daar met z'n allen op gestemd hebben. En dat we nu ook kunnen gaan voor de mooiste boom van Europa. En dat is nog een hele uitdaging. Onderwijs kreeg het flink voor de kiezen. Hoe heb jij contact met ze gehouden en heb je geprobeerd ze te helpen? Ja, zeker in het begin van de crisis, hè, is het met het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn we zeker wekelijks aan tafel geweest in het begin. Van, nou, hoe gaan we dat regelen? Hoe vang je de kinderen op van mensen met een cruciaal beroep die geen contract hebben met buitenschoolse opvang of wat dan ook? En ja, hoe ga je dat bemensen? En dan krijg je dus vanuit Den Haag de regels van het onderwijs moet tijdens de schooluren de kinderen opvangen. Maar aan de andere kant moeten ze ook digitaal les gaan geven. Dus dat was ontzettend zwaar voor het onderwijs. En daar hebben we zeker in het begin wekelijks overleg gehad. Totdat het eenmaal goed liep. Waar ben jij persoonlijk het meest doorgeraakt afgelopen jaar? Ja, waar ben ik erg doorgeraakt? Dat is eigenlijk het isolement waar iedereen in terechtkomt. Ja. En we hebben uiteraard de focus op onze ouderen. Hè. Dat is gewoon heel triest, hè. Dat je daar niet op bezoek kunt. Ja. Of wanneer een van je familieleden heel ernstig ziek is en dat je niet gewoon een bezoekje kunt brengen. En dat heeft mij wel heel erg geraakt. Dan denk ik van, goh, ja, je mist alle empathie voor elkaar. Of je kunt het in ieder geval niet brengen. En dat is, ja, dat raakt heel erg. Bastiaan, we beleefden dit jaar anders dan anders Koninginnedag en 4 mei. Wanneer realiseerden jullie je dat je de boel moest gaan omgooien? Ja, dat is vlak na de eerste grote persconferentie geweest. Toen we hoorden dat alles op slot ging. Toen dachten we, nou, het zal wel wat anders worden. En dan kom je steeds dichter richting Koningsdag en 4 mei. En toen werd het duidelijk van, ja, dit moet anders. Wat hebben jullie toen gedaan? Ja, bedacht hoe we bijvoorbeeld een andere kranslegging konden doen. Want we wilden geen mensen op de been brengen. En toen ontstond het idee, nou weet je wat, dan doen we dat 's ochtends vroeg. Eigenlijk 12 uur eerder dan normaal. En daarna vragen of mensen langskomen. Ja, dat zijn een beetje de stappen die je gaat zetten. Proberen binnen de mogelijkheden toch iets voor elkaar te krijgen. Dan 4 mei, de herdenking.
We haalden zelfs het journaal. Ja, dat was een ding wat erbij kwam. We hadden natuurlijk de kranslegging dat we dachten, oké, dat gaat de goede kant op. Daar krijgen we een goed gevoel bij. Maar toch, ja, die stilte die er toen zo heel erg was. Je zag ineens meer vliegtuigen vliegen. We dachten, ja, daar moeten we iets mee. En het cirkelde een beetje rond op internet van het idee van, laten we de tap toe laten klinken. En toen dacht ik, ja, verdorie, dat kunnen we hier in Etten-Leurt wel mooi voor elkaar krijgen. En toen kwam ook Wilma Borm kwam natuurlijk naar voren. Van, ja, hier kunnen we wel wat mee. Toen zijn we wat rond gaan bellen en toen kwam de nobelaar in beeld. Die zei van, we willen ook wel wat doen. En zo hebben we eigenlijk allerlei mensen bij elkaar gebracht. En toen hier op verschillende plekken mensen laten trompet spelen. Wat verwacht je van 2021? Hoe bereiden jullie je eigenlijk voor het komend jaar? Nou, om heel eerlijk te zijn op dit moment, we hebben eigenlijk geen idee. Het kan twee kanten op gaan en, nou ja, even simpel gezegd, we hebben met twee kanten ervaring. Dus we kunnen het zonder publiek, we kunnen het met publiek organiseren. Ik zou het wel even fijn vinden als we weer, ja, al die mensen op de benen hebben hier. Dat is toch een ander soort stilte. Ik vond het een leeg soort stilte afgelopen jaar. En ik hoop dat we volgend jaar weer al die mensen die met elkaar lopen, dan hoor je toch geluid. En dan is het toch stil en dan lijkt het wel stiller dan als er gewoon niks is. Als er niks is, ja. Ron, jullie hadden een vervelend jaar wat betreft de wielerronde in Etten-Leur, de profronde, beter gezegd. Want die ging niet door dit jaar. Ja, hartstikke vervelend. Wij waren er helemaal klaar voor om weer een mooie traaienspektakel naar Etten-Leur te halen en ook Olympische kampioenen. Maar COVID heeft ook ons evenement de nek omgedraaid afgelopen jaar. Wanneer realiseerden jullie je dat eigenlijk het toch niet echt door kon gaan? Ja, want jullie hadden ook nog een aantal nieuwe plannen, nieuwe sponsor dit jaar. Dus veel nieuwe ideeën. Lasmontage Holland die had de naam voor 3 jaar aan ons evenement gekoppeld. Dat geeft zekerheid. Dat is goed voor ons evenement. Daarnaast waren er allerlei frisse ideeën die ontstonden bij ons in het bestuur. Ook die hadden we graag geëtaleerd. Maar dat gaan we nou in 2021 maar doen. 2021 dus. 2021, na een jaar zeg maar van niet, hopen we dat de profronde Etten-Leur weer terug gaat komen. Volgens mij is er een datum bekend, Ron. Ja. De 14e profronde, de lastmontage profronde, zal voor de 14e keer gehouden worden op 8 augustus 2021. Op een mooie zondag, wederom in het centrum van Etten-Leur. En we hopen een week na de Olympische Spelen ook weer met hele mooie namen uit die Olympische Spelen en uit de Tour de France hier in Etten-Leur te laten verschijnen. Dus wat mogen we verwachten volgend jaar van jullie? Nou ja, we leggen de lat hoog. We hopen dat sponsoren natuurlijk na deze moeilijke periode ons evenement ook weer gaan steunen. Want zonder onze sponsoren kunnen we de Lastmontage Holland profielronde niet organiseren. En wij denken en hopen dat wel gaat lukken, gezien de ontwikkelingen met sponsoren die we nu al gesproken hebben. Misschien een tandje minder, maar we gaan natuurlijk weer voor een prachtig mooi evenement. Op 30 december hebben we een speciale actie. Dan laten we een lichtje branden voor iemand of voor een organisatie. Voor wie zou jij een lichtje willen laten branden op 30 december? Dat ga ik doen voor alle mensen die in Etten-Leur getroffen zijn door COVID en waar hun familieleden met mogelijk fatale afloop getroffen zijn door dit vreselijke ziekte. En ik hoop dat iedereen in 2021 een nieuwe frisse start kan maken met nieuwe kansen. Laura, zo op het eind van het jaar is er nog een speciale actie. Voor elkaar en met elkaar. Kun je hierover wat meer vertellen? Ja, zeker kan ik dat. Volgens mij zoeken we zo aan het eind van het jaar vooral naar wat kleine lichtpuntjes. En die lichtpuntjes die zijn vaak dichterbij dan je denkt. En deze keer zoeken we vooral tussen die vier muren waar we misschien al wel heel lang met elkaar zitten. En het idee is daarom ook om een klein kaarsje aan te doen, voor je raam te zetten en dat allemaal te doen op 30 december. Als we dat met z'n allen doen hier in Etten-Leur, dan maken we het in Etten-Leur een stukje lichter. Hoe kun je meedoen? Je kan eigenlijk heel makkelijk meedoen. Je kunt de Candleback opvragen, je kunt naar de Facebookpagina gaan die we speciaal hiervoor hebben opgericht. Stuur een persoonlijk berichtje en wij zorgen dat jij de Candleback krijgt. Martijn, waarom ondersteunen jullie met Lions Etten-Leur deze actie? Ja, Lions Club Etten-Leur ondersteunt deze actie van harte, omdat we met elkaar en voor elkaar iets willen doen voor de maatschappij en ons dorp. En eigenlijk is dat natuurlijk een supermooi symbool om een kaarsje op te steken voor een ander. Voor wie laat jij je lichtje branden op 30 december?
Ja, niet moeilijk. In eerste instantie voor mijn vader. En uiteraard voor iedereen die ons ontvallen is de afgelopen tijd. Binnen familie, maar ook binnen de gemeenschap. Ja, corona is toch een heel lastig gegeven. En ja, daar doen we het voor. Kevin, hier zou normaal de circus tent hebben gestaan en zouden we in de piste zitten. Maar dat is nu niet het geval. Maar toch begon het jaar wel goed in Etten-Leur in 2020 voor jou. Ja, we hebben een heel goed jaar gedraaid. Afgelopen editie. Succesvol kerstcircus afgerond. Door naar het wintercircus. Een hele hoop leuke dingen. En ja, toen kwam corona. Wat heb je zelf het meest gemist afgelopen jaar? Vooral het contact. Het samen zijn met familie, met vrienden, met de circus, mensen, normaal gesproken de vaste club om je heen. En dat is juist waar wij altijd eigenlijk waarmee we het circus verkopen, van kom het samen beleven en dat gevoel, dat mis je nu wel extra. Wat was voor jou persoonlijk het dieptepunt? Ja, natuurlijk het feit dat het kerst- en het wintercircus niet door kunnen gaan en dat je een jaar lang werkt aan voorbereidingen en zelfs aan een plan B, een plan C en een plan D. Maar ook dat is het niet geworden en je hebt protocollen, alles opgesteld, al een hoop kosten gemaakt en ja, het gaat gewoon niet door. Ben je al druk bezig voor het komend seizoen trouwens? Ja, dat gaat normaal altijd in februari, maart een beetje beginnen. Maar we hebben nu natuurlijk zeeën van tijd. Dus het gaat ook wel al een beetje bij mij natuurlijk kriebelen om al naar vooruit te kijken naar volgend jaar. Dat staat allemaal alvast qua data. En ik denk dat we in het voorjaar dadelijk ook met de voorverkoop al gaan beginnen. Hoe zitten we hier volgend jaar? Zitten we dan terug in de piste? Ik hoop dat we dan midden in de piste zitten met het orkestje op de achtergrond en in het zaagsel en de kleuren en geuren en alles wat daar natuurlijk wat erbij hoort. Ger, als je het jaar zou moeten samenvatten in drie woorden, welke woorden zouden dat zijn? Een onvoorstelbaar jaar, Ton. Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Het is een heel bijzonder jaar, want het is eigenlijk, begint hoopvol, hè? Dus iedereen goede wensen en dan komt er in maart ineens een bericht over corona in Nederland. En wat er daarna gebeurt, ja, dat had niemand kunnen voorspellen. Tenminste, ik niet. En als je ziet wat de consequenties zijn nu, waar we op dit moment staan voor ondernemers, voor gezinnen, voor kinderen, voor ouderen, ja, dat is gewoon heel heftig. Hoe raakt het de zaken die in jouw wethoudersportefeuille zitten? Nou ja, met name cultuursector is natuurlijk hard geraakt. Ja? Als je kijkt natuurlijk de verenigingen, hè, muziekverenigingen, maar ook zeg maar carnaval, koren, maar ook theatergezelschappen. En dan merk je pas eigenlijk hoe belangrijk het is dat, hè, dat mensen samen iets op toneel willen zetten, iets willen uitvoeren. Niet zozeer misschien vanwege die uitvoering, maar wel vanwege het feit dat ze het samen doen. En dat gemis, dat is gewoon echt heel groot. Al met al geen eenvoudig jaar voor een wethouder van financiën. Nee, want daar kwam natuurlijk ook nog bij dat je best een financiële opgave had dit jaar. We moesten 3,5 miljoen zeg maar ombuigen. Dus dat in een jaar van corona. Nou, ja. Dat is op zich wel gelukt, gelukkig. Zonder dat we daarbij de rekening zeg maar te veel bij de inwoners hebben gelegd. Maar ja, het blijft een kwetsbaar geheel. Dus het wordt spannend in 2021 of het allemaal haalbaar is. Wat heeft je persoonlijk het meest geraakt? Het leed van de mensen. Ja? Ja, gewoon echt, en voor mijzelf was het ook wel de periode dat er lockdown was in België. Kon ik bijvoorbeeld niet naar mijn schoonmoeder toe. Nou, dat is gewoon heel taai. Dat je gewoon niet op bezoek kunt bij iemand van wie je houdt en die ook kwetsbaar is. Ja. Maar er waren toch ook nog wel leuke dingen? Jawel, er waren ook leuke dingen. Kijk, als je in de beperking zit, dan leer je ook weer de kleine dingen waarderen. En dat is ontmoeten met je familie, met je vrienden. Het mooie moment was toch dat mijn dochter en mijn schoonzoon en mijn kleinzoon uit Madrid kwamen met de auto, want ze konden niet vliegen. Okay. En die zijn 2 weken bij ons geweest, dus dat was wel heel leuk. Een leuke periode. Ja. Waar kijk je naar uit in 2021? Nou, dat klinkt misschien niet zo raar als ik dat zeg, maar toch het moment dat we weer allemaal gevaccineerd zijn en we kunnen zeggen dit was corona, dat is eigenlijk waar ik naar uitkijk. Op 30 december hebben wij nog een speciale actie in Etten-Leur. En dat is eigenlijk onder het motto, voor wie laat jij een lichtje branden? Voor wie of wat laat jij een lichtje branden op 30 december? Nou, in dit geval voor iemand speciaal, want dat is mijn tante. Tante Loes, die van het weekend is overleden op 77-jarige leeftijd. Dus voor haar laat ik het lichtje branden op 30 december. Dankjewel. Graag gedaan. 2020. Een jaar
dat we niet snel meer zullen vergeten, maar velen van ons snel achter zich willen laten. En u bent niet de enige. Laten we hopen dat we volgend jaar terugkijken met elkaar op een jaar waarin we afscheid hebben kunnen nemen van het zogenaamde nieuwe normaal. En voor nu wens ik iedereen fijne kerstdagen en een gezond begin van 2021.